Het stadspaviljoen in Eindhoven mag weer open, maar er komen wel camera's om alles in de gaten te houden. Dat heeft de gemeente besloten. Twee weken geleden werd de horecagelegenheid met een zwaar kaliber automatisch wapen onder vuur genomen. Uit het oogpunt van veiligheid besloot de gemeente toen om de tent te sluiten. Bij het stadspaviljoen is Rogier van Son. Waarom mag die nu weer open, Rogier? Is het alweer veilig genoeg? Ja, Arjo, dat is juist. Het is weer veilig genoeg hier, vindt de burgemeester. Er is overleg geweest met de officier van justitie, met de politiechef. En er is gekeken of het weer open kan, want het is natuurlijk al ruim 2 weken dicht nu. En het is veilig genoeg, mits er dus een aantal maatregelen worden genomen. Dat zijn zichtbare maatregelen, maar ook onzichtbare maatregelen. Nou, over die laatste gaan ze niks vertellen. Maar de zichtbare maatregelen is bijvoorbeeld dus dat er cameratoezicht komt. En die zo'n beetje ook niet, want er komen camera's te hangen in de wijde omgeving. Hier, zelfs ook in het stadswandelpark daarachter. En het stadspaviljoen wordt dus zo uitgebreid in de gaten gehouden. Dat gaat een half jaar duren, dat cameratoezicht. Het is ook live te volgen voor de beveiligers, zal ik maar zeggen. 24 uur per dag. Dus ja, dat is een ingrijpende maatregel, want alles en iedereen wordt dus in de gaten gehouden hier. En hoe reageert de eigenaar op het nieuws dat hij weer morgen weer open mag? Nou ja, hij is natuurlijk ontzettend blij. Ik sprak hem 2 weken geleden toen het net dicht was. En toen zei hij, ja, ik heb hier 40 medewerkers. Die zitten nou allemaal thuis. We hebben hier recepties, we hebben feesten moeten afzeggen. Dus je kunt je voorstellen dat hij ontzettend blij is dat zijn zaak morgen dus weer open mag. En ik vroeg hem ook of hij zich veilig voelt. En ja, dat is zo. Ik voel mij zeker veilig. Ik heb mij altijd veilig gevoeld, dus dat is niet veranderd. Ja, als ik niet weet voor wie dat ik bang moet zijn, is het heel moeilijk om bang te worden. Het is veilig genoeg om de deur open te maken morgen. Maar het is ook alweer zo dat er overal kamers moeten hangen hieromheen. Dus de schrik zit er toch wel een beetje in bij de gemeente. Nou, ik weet niet of dat de schrik erin zit bij de gemeente. Ik denk wel dat ze heel graag weten dat ze willen weten wat hier speelt. En dat juich ik alleen maar toe. Want ik zou eigenlijk het liefst hebben dat er permanente camera's overal kwamen. U voelt zich niet bekeken als hier constant de camera's lopen? Ik heb niks te verbergen, maar dat heb ik je net ook al verteld. Dus voor mij mogen er gerust camera's staan. Morgen gaat het weer open. Hoe bent u daaronder? Heel gelukkig. Heel gelukkig. Ik vind het heel fijn dat we morgen weer aan de gang kunnen. En dat we het weer voort kunnen zetten waar we mee bezig waren. En hoe zijn de afgelopen weken voor u geweest? Ja, dramatisch natuurlijk. Hè? Vol met stress. Hè? Je komt in een verhaal waar je niet in wil zitten. Je weet niet waar het vandaan komt. Hè? Je bent alleen maar in het ongewisse en je hebt het zelf niet meer in handen. Ja, er is toch 31 keer op het stadspaviljoen geschoten. Denkt u dat de mensen hier nog wel durven te komen? Dat weet ik wel zeker dat ze nog willen komen. Als je kijkt hoeveel steunbetuigingen dat ik en mijn familie en mijn personeel hebben gehad. Ik denk zelfs dat de tent hier morgen helemaal vol zit. Ja, wat gaat er nu nog verder gebeuren, Rogier? Ja, nou, het politieonderzoek loopt nog, want het is nog één groot raadsel wie er in die nacht van zaterdag op zondag geschoten heeft hier op het stadspaviljoen. En daarnaast, ja, het is allemaal verzegeld, dus die zegels mogen er morgen af. Dan mag de eigenaar weer naar binnen en mag de tent ook weer open natuurlijk, het stadspaviljoen. Maar het is zo, de camera's moeten eerst werkzaam zijn en het is nog niet duidelijk wanneer dat precies gaat zijn morgen. Dus het kan zijn dat het morgenavond pas open gaat of dat ze morgen vroeg al hier aan de koffie en het gebak zitten.